Beste mensen, mijn naam is John van der Rijt en ik heet je van harte welkom bij aflevering 152 van Rijt Kick op de Week. Ja, aflevering 152 is de laatste van 2021. We hebben een toch wel goed jaar achter de rug. We hebben het erg druk gehad. Ons YouTube kanaal is lekker gegroeid. We hebben steeds meer views. Het is natuurlijk leuk om onze passie te delen, maar ook erg leuk om te zien hoe het ontvangen wordt. Ja, ik wil jullie bedanken voor alle support die we hebben gekregen. Natuurlijk alle reacties op Instagram, op Facebook, op YouTube. We gaan lekker door in 2022 met de Kick op de Week. We zijn sinds kort begonnen met TikTok. We moeten mee met onze tijd, hè, zeggen ze dan. Maar daar zijn we mee begonnen. Is ook erg leuk om te zien hoe daar weer op gereageerd wordt. Ja, deze week komen er best wel wat Lamborghinis voorbij. De Aventador LP 700 is klaargemaakt. Mooie reparatie in de werkplaats. Eigenlijk weer te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 152. Audi SQ5 met voor wat schade op de voorbumper. Heeft iemand tegenaan gezeten met achteruitrijden. Komt zo meteen de expert voor kijken. De dikke Audi SQ7 afgelopen donderdag verkocht. Dus die gaan we nu compleet afleveren klaarmaken. Moet woensdag rijden. Ik heb nog 22 inch performance wielen besteld. Met nieuwe winterbanden. Die gaan we monteren in plaats van de 21 inch. Luc is bezig met een Seat Leon Cupra, groot onderhoud. Hier liggen de oude onderdelen van de Seat. Ja, ik was allemaal wel nodig. Nu wachten op de nieuwe. En dan kan hij weer rijden. Ja, en een serieuze paleisklus. 600 vierkante meter Mercedes paleisten. Het is lakzwart. Het is een behoorlijke klus. Het zijn behoorlijk wat meters. Maar hij heeft het wel echt nodig als je ziet hoe de lak eruit ziet van die auto. Je ziet er behoorlijk gehavend uit. Onder de dorpelverbreders. Moet ook allemaal gedaan worden. Een beste klus. De nieuw binnengekomen Lamborghini Aventador. Die gaan we voorzien van wat spannende strijping, passend bij de remklauwen. En dit gaat hem worden. Satijnzwart met een geel biesje. Passend bij de gele remklauwen. Het is flink meters maken met de Sprinter. Met twee man zijn ze bezig aan het herstellen van de glans van de lak. Het is een unikleur, dus geen metallic. Dus behoorlijk wat paleiswerk. Dit is stap 1. Dus de grovere variant. Dan krijg je al behoorlijke mooie glans terug. Hij moet natuurlijk daarna nog met een fijnere pasta worden gepaleist. We hebben hem best hard moeten pakken. Daarna pakken we hem natuurlijk met een fijnere korrel. En dan daarna wordt hij weer in de was gezet. Flinke klus, maar hij knapt er zo fantastisch mooi van op. Het is een unilak nogmaals. Die hebben vaak wat meer aandacht nodig nog. Het is ook heel gevaarlijk om dit te paleisten. Het is een dunnere lak, dus je poetst er sneller doorheen. Dus je moet extra alert zijn op de warmte die ontstaat door het paleisten. Op de scherpe randjes, dat je daar geen schade poetst door middel van het doorheen poetsen. De RS6 van Don de Jong voor onderhoud. Nieuwe bandjes. Ja. Hey lelijke. Lamborghini Performante van Don de Jong voor het wisselen van de reflector. Helaas zit deze aan de binnenkant geschroefd, dus er is geen klikreflector. Dus de bumper moet even los om deze los te schroeven en dan gaan we een nieuwe plaatsen. We zijn begonnen aan de Sprinter. Ik wil jullie even laten zien hoe dat het er eerst uitzag. Maar ja, niet al te best kun je wel zien. Helemaal vol met krassen. En hierboven zijn we eigenlijk al een heel eind.
een stukje beter. Een opfrisbeurt voor de keramische remmen. Gaten zitten volledig dicht. We gaan natuurlijk exact de diameter van het gaatje boren. Ook niet groter, want dat mag ook niet. Maar je moet natuurlijk wel open zijn voor de nodige koeling. Zijn we nu mee bezig. Ja, verder nog wel meer aandachtspunten. Onder de auto. De Miltec uitlaat. Die is compleet opengebarsten. Zowel aan deze kant als aan deze kant. Dat hebben we nog nooit gezien. Dat is een uitlaat die wij zelf niet geleverd. De auto trouwens ook niet. En hier beugel afgebroken. Ik weet niet hoe lang deze uitlaat eronder hangt. Hier zien we dat er wat schroeven verloren of vergeten zijn. We zien hier ook wat moeren tussen die plaat geschroefd. Om hier wat meer ruimte te krijgen. Dat die uitlaat niet resoneert. Maar hij ligt er alsnog op. Dus die uitlaat is, voor, ja, die is eigenlijk gewoon niet goed afgesteld. Die ligt erop te resoneren. Deze is krom. Nogmaals, deze is afgebroken. Hier ligt hij op die dwarsbalk. Verder ziet het er allemaal goed uit. Hier is je een paar keer geraakt met het inrijden van een parkeergarage of iets dergelijks. Dus die moeten we even op gaan lossen. We hebben nieuwe zomerbanden klaar liggen. Die moeten erop. Hij heeft al eens een keer in het verleden zijn aandrijfas laten vervangen. Dus die ziet er nog mooi fris uit. Dus een nieuwe aandrijfas. We gaan even bellen met Miltec. Of dat Miltec hier iets mee wil doen. Omdat wij hem niet geleverd hebben, kan ik natuurlijk niet aangeven hoe oud hij dat is. Maar ik neem aan dat hij ook niet moet mogen. Dus werk aan de winkel. Even een tapeje geplakt op de zijkant van de sprinter. Altijd leuk om te zien. Links gepleist, rechts nog niet. Wat een verschil, hè? Vandaag een beetje Lamborghini dag. Aventador die wij recent verkocht hebben. Bij deze auto hebben we even wat aanpassingen gedaan voor de C-Tech lader, zo moet ik het zeggen. De C-Tech lader. We hebben hier even een gaatje gemaakt. De klant gewoon elke keer zijn lader gewoon rechtstreeks kan aansluiten aan de accu. Uiteraard voorbij de accu-sensor. Dat is wel een belangrijk dingetje. Ja, verder hier staat die Huracan van Don. Even op de foto met de zoon van de eigenaar van de Aventador en samen met de Huracan van Don. Weer geregeld. Ja, en hier bij de auto van Don zien we iets bijzonders. Wat hoort hier niet? Ik denk dat de vorige monteur hier aan gewerkt heeft. Een ratelmist. Hij is ook helemaal gesmolten. En warm. De nodige grijze Audi RS6 van Don hebben we even gewassen. Gaat zo meteen weer mee. De Lamborghini die blijft even hier. Marijn is bezig met de differentieel demontage van de Audi RS3. Is recent gereviseerd. En nu weer hetzelfde probleem. Dus die gaat weer terug naar degene die hem gereviseerd heeft. In de hoop dat hij deze nu wel goed repareert. Tom is bezig met voorbumperschade op de Audi SQ5. Monteren van een nieuwe koplamp. Nieuwe voorbumper. Op de Audi SQ5. Volvo op de brug voor een interne motorreiniging van de Dynamic Flush. Die staat hier al een tijdje te spoelen. 51 minuten al. De auto van Don staat er ook weer helemaal schoon bij. Hij was alweer aan een wasbeurtje toe. Een onderhoud heeft hij gehad. Nu is alleen nog een nieuwe middenpijp en einddemper besteld van Miltec. Dat hebben jullie gezien op de video. En die wordt er ondergeplaatst als het binnen is. Mooi langs de dichtgevroren RS6 van John. Deze SQ5 gaan we voorzien van zwarte logo's. Hij wordt dichter. Hij komt wat dichter bij moeder aarde. En er komen nieuwe velgen onder.
hebben even een thumbnail gemaakt voor onze video. Met de RSS en met Hurrikan. Mooi in beeld. Weer een heftige avond geweest gisteren. Te laat, te veel, te lang. Wederom een Audi SQ5 op de brug. Lucas is aan het verlagen. Met Aibach verlagingsveren. De ringen voor vervangen. Zwarte versies geplaatst. En hier liggen de konkevers. Die is Erwin aan het monteren. 22 inch. Deze gaan we monteren met Hankook Winter. Mooie diepe velg. Zo meteen het resultaat. Ja, Ede is bijna rond geweest. Het is echt een gigantische klus om zo'n flinke lap polijsten. Nogmaals, bijna rond geweest. Dan gaan we de andere puntje op de i zetten. Werken we hem af en hopen dat we hem volgende week kunnen leveren. Luc is nog bezig met het verlagen van SQ5. Ondertussen de banden gemonteerd op de concaverwielen. 22 inch, gaat erg dik worden. Kijk, zo hard wordt hier gewerkt. Rook op van de deur af. Dat is echt niet normaal. Opgehaald, Porsche Cayenne, bij de klant opgehaald. Klant gelukkig hier uit Uden, dus daar viel mee. Ja, het probleem lijkt me wel duidelijk. Een flinke koelvoetstoflekkage. Dus we gaan hem naar binnen zetten en kijken waar het probleem schuilt. We moeten over anderhalf uur de Audi SQ7 afleveren. Die gaat vanavond naar Oostenrijk. Op deze wielen. Met winterbanden, helaas banden niet binnen. Dus we zijn ze nu op gaan halen in Dordrecht. Chauffeur is nu onderweg van Dordrecht naar Uden. Dus je heeft nog een uurtje te rijden. Dus dat moet als het goed is goed komen. Wielen klaargemaakt voor een Audi RS6. In die mooie matte anthracite kleur. Originele kleur van Audi. En hier staan dus die velgen voor die SQ5. Speciaal besteld voor de SQ5 in 22 inch, banden gemonteerd, auto verlaagd, compleet klaar. En wat blijkt, komt de spaak tegen de klauw aan, terwijl we duidelijk bij het bestellen hebben vermeld dat het om een SQ5 gaat met die dikkere remklauwen. En toch past het niet, dus gaan we kijken of dat we hier een oplossing voor kunnen vinden. Ja, de mooie glans, wat zeg je? Ja. Mooie glans voor terug op de Sprinter. Het begint steeds meer vorm te krijgen. Achterkant is eigenlijk alles al klaar. Eli is bezig met compleet klaarmaken van de binnenkant. De vluchtje hebben we allemaal gemaakt. Nu compleet reinigen. Alle glazen zijn mooi in de vaatwasser geweest. Hè? Die gaan hier zo meteen weer in. In het paneel. We hebben de bedrading en de bediening van de LED-verlichting achterin nog allemaal aangepast. Die gaf af de storing. De manier van montage van die kabels was ook echt slecht gemaakt. Dus dat heb ik allemaal netjes fatsoenlijk gemaakt. Zodat het ook werkt en blijft werken. De nieuwe turbo ligt hier klaar. Die gaan we monteren. Dan beginnen we morgen aan. En dan kan hij als het goed is volgende week afgeleverd worden. BMW E39, storing op bobine nummer 6. Klant gebeld, hij wil graag alle 6 bobines vervangen hebben. 1 komt niet alleen, zeggen ze wel eens. Dus deze zijn er uitgeschroefd.
losgeschroefd en hier liggen de nieuwe Hellas klaar. Die gaan we nu monteren en dan springt de vonk weer over. 330D op bezoek. Luc is bezig met de remmen. Voor en achter nieuwe schijven en blokken. Voor, achter bedoel ik, twee nieuwe banden erop. Groot onderhoud. Pas geen op de brug voor die koevloeistoflekkage. Zoals je ziet, alles nat en vies. We gaan even onderzoeken waar het vandaan komt. Op de valreep, SQ7 klaar, 22 inch performance wielen gemonteerd in het glanszwart. Met Pirelli Scorpion winterbanden erop. Over een uurtje vertrek je naar Oostenrijk. Dan zal hier minder schoon uitzien als je daar aankomt. Maar het staat wel erg dik, hè. Goeie reis. Aangekomen in Oostenrijk kregen we deze foto doorgestuurd. Hey, die gaat beginnen met het detailen van de Lamborghini Aventador. We hebben wat strijping aangebracht. Op de plek waar de strijping is aangebracht hebben we al 3 stappen gepolijst. We gaan er weer een mooie van maken. Liggend je werk doen, wat wil je nog meer? Flinke koelverstoflekkage bij de Porsche Cayenne. Het is een V8. Aan de achterkant van het motorblok spuit het water eruit. Zo is de auto binnengekomen. Niet heel erg vies, maar zeker wel aandacht nodig. Leren is al behoorlijk mooi mat, maar dat gaat alleen maar beter worden natuurlijk. Luc is bezig met een Audi A3 Sportback. We gaan bij deze auto de automaatbakservice uitvoeren. Hiervoor moet de luchtfilterbak verwijderd worden en de accu. Om daar fatsoenlijk bij te kunnen. Zometeen gaat het inlaatspruitzinker eraf. Dus dat is heel dit gedeelte. Dat gaat eraf. En dan kunnen we makkelijk bij om de inlaat compleet te wandelbelasten. Dus dat gaat zeker goed komen. Terug bij de Sprinter. We hebben eigenlijk al die elektronische panelen even los gehad. Daar ook. Hier hebben we een paneel ingebouwd voor de RGB, voor de LED. Die hing erachter. En die was er dus niet te bedienen. Alleen met een afsmiening, maar die afsmiening die werkt niet meer. Dus nu kun je hem altijd bedienen. Hier waren wat functies uitgevallen, die zijn gemaakt. Ja, verder de laser is weer werkend, die er achterin zit. We gaan zo meteen nog kijken dat we hier met die stripsies kunnen aanpassen. Zou wel erg vet zijn. En nu zijn we een paar kleine details aan het aanpassen. Kijk, de glazen. Die zijn we aan het aanpassen. Vond ik wel erg grappig. Dus dan hangen ze mooi allemaal zo erin, om en om. Ja, super vet. Dus we gaan nu alle glazen voorzien van logo's. En dan wordt het nog een beetje excessiever. Hier de beelden vooraf. Dadelijk het beeld na de wandenblassing bij de Audi A3. Nou, de grijze Audi RS6. Af en toe een probleem met die niet start. Vooral als de motor warm is. Bekende probleem. De brandstofpompen boven de motor, links en rechts. Hier liggen de nieuwe klaar. Die gaan we zowel links als rechts vervangen. En dan moet het probleem verholpen zijn.
plaatsen van de nieuwe brandstofpomp. En het terugplaatsen van de tweede pomp, de nieuwe pomp, op de brug voor Tom, BMW M3, voor onderhoud. Bobines en bougies al verwijderd. Linker pomp gemonteerd. De rechter pomp nu aan de beurt. Beide brandstofpompen vervangen. Gaan we storing nog wissen en dan kunnen we weer rijden. Prachtige machine. We gaan de Audi RS3 even zonder uitlaat naar achter rijden, want we wachten even op het nieuwe differentieel. Hou je oren maar dicht. BMW M3, differentieel oliewissel. De eergisteren verlaagde SQ5. Nu die 22 inch Concave is opgemonteerd. Een mooie Concave velg. Met nieuwe winterbanden. We hebben ook de logos gedaan, had ik al verteld. We gaan hem laten zakken, ik ben erg benieuwd. Wat een stance. 22 inch Concave erop. We rijden hem even naar buiten. Staat super dik. BMW M3, differentieel, olieverversing gehad, motorolie, interieurfilter, luchtfilters, compleet onderhoud uitgevoerd. Staat er klaar om opgehaald te worden. En de Audi SQ5 met die dikke set erop. De Nardo RS6 met nieuwe brandstofpompen en een nieuw RS6 logo. Gaat weer richting Katwijk aan zee. Bij van die lekkere bommetjes. En hier kun je heel mooi zien, staan ze beide naast elkaar. Hier heb je dus de verlaagde SQ5 met 22 inch concavers eronder. En hier heb je een originele SQ5 met de originele, oh trouwens, dus met een winterset 20 inch zie ik. Maar dit is dus de originele stance van zijn auto. Dat is het verschil. Ook een mooi verschil tussen een ontchroomde voorkant en een black optiek voorkant. Dat is een leuk verschil om te zien zo. En ook een mooi verschil zijn de dakreling en de raamlijsten. Deze is gewoon eigenlijk helemaal black on black op het SQ5 logo na en de eindstukjes. En deze is gewoon voorzien van al het aluminium. Het is wel leuk dat ze zo naast elkaar staan. Ja, dit is wat ze noemen een sleeper. Een Opel Corsa 2001. Van origine een 1800. En nu met een paar pk's meer. Ik zal eens even laten zien wat hier onder de motorkap ligt. De 2 liter turbo 16 klepper uit een Opel Calibra. Standaard 204 pk. En nu net geen 300 pk. Dat gaat natuurlijk als de brandweer. Weegt ongeveer 1000 kilo zo'n auto. Dus dat is echt een auto waar veel supercar eigenaren denk ik wel een beetje van balen. Want het wordt wel erg lastig als je deze voor je hebt staan. Heel licht en veel pk's. Dat is natuurlijk een prachtige combinatie. Dus hou hem in de gaten deze. En onderschat hem niet. Terug bij de Mercedes Sprinter. Terugplaatsen van de hele knalpijp. Hier hebben we het nieuwe roetfilter geplaatst.
Met een nieuwe klem om de demper. Nu alles weer monteren, aansluiten en door. Tom is klaar met het stralen van de kleppen bij de Audi A3. Het resultaat is weer zoals het hoort te zijn. Mooi en brandschoon. We gaan zo meteen alles weer terug monteren en dan kan deze weer door naar Hippolytushoef. BMW M3 F80. Volledig onderhoud gehad. Zojuist nog even door Autoglas Pro een nieuwe voorruit gemonteerd. Kunnen we de tapejes zo vanaf halen. En dan wordt die over een paar tellen opgehaald. Blijven fantastische machines. De Mercedes Sprinter. Ja, hij loopt weer. Alles is gemonteerd. Dus we kunnen volgende week over tot levering aan de nieuwe eigenaar. En wie zal dat toch zijn? Tom is nog bezig met de Audi A3. Alles weer dichtschroeven. Alles mooi weer schoongeblast. Automaatbakservice gehad. Audi A3 uit Hippolytushoef. Klaar om weer afgeleverd te worden. En daar gaat hij. Na te lang op de 4 kilometer te hebben gestaan, gaat hij er eindelijk vanaf. Die hele grote, veel te grote Sprinter. Door willen wij vanuit het rijteam feliciteren Peter Schouten uit Rotterdam, uit Rotje Knor. Hij wordt morgen 2 januari 60 jaar oud. Trouwe volger van Rijdkick op 2. Hij is al een paar keer hier ook voorbij gekomen. We hebben een keer een mooie schilderij van gekregen. Peter, van harte gefeliciteerd alvast voor morgen. En een hele fijne verjaardag toegewenst van ons allemaal. Groetjes uit Uden en tot de volgende keer. Ascari blauwe Audi RS6 Performance. Een hele zeldzame kleur op een Audi RS6. Tweede met een inch Brighton voor de ingeruilde BMW 40D M-Sport, ingeruild op de Audi SQ7. Audi A4 2020 is hier binnengekomen voor een stukje onderhoud. En een probleempje met de stoelbekleding gaan we zo meteen even kijken. Er staat helaas wel een backorder, dus die hebben we nog niet binnengekregen. Audi SQ5, voorbumper vernieuwd, koplamp vernieuwd. Had een tikje gekregen volgens mij van de overbuurman, als ik het goed heb begrepen. De klant staat nu bij Erwin op kantoor en die gaat me zo meteen meenemen naar Zwitserland. De Aventador staat klaar om gefotografeerd te worden. Hij is compleet gedetailed door Eli, staat er weer perfect bij. We gaan hem zo meteen de showroom in rijden en kijken als het weer toelaat en we hem gaan fotograferen. Volvo aan de Dynamic Flush machine. Is de laatste voor de kerst. Staat inmiddels nu 20 minuten te spoelen. Duitsland is wel al voor. Hele leuke crème witte mini binnen voor een aankoopkeuring. Voor de broer van Giel de Winter. Giel de Winter komt uit Uden. Dus vandaar dicht in de buurt. We gaan hem even compleet checken. Of alles netjes is. En dan gaan ze wellicht vandaag over tot koop van de auto. Ziet er in eerste instantie allemaal goed uit. Monteren van de voorbumper op de BMW M5. 22 inch Brighton gemonteerd. Breed set. Even schoonremmen de remmen en dan gaan we hem wassen. En gaan we hem detailen. We gaan even de koplampen van de Aventador een beetje opproberen te frissen. Hij zit redelijk onder de krassen, de steenslag. Dus we gaan hem opschuren en daarna terug polijsten. Aanstaande dinsdag gaan we deze Urus voorzien van nieuwe bougies, nieuwe cabines. Compleet Capristo systeem gemonteerd. We zien hem komende dinsdag terug voor onderhoud.
BMW F30, raammechanisme vervangen. Op vrijdagmiddag, 3 uur, net voor de kerst. BMW M5, monteren van de voorbumper weer. Stripje naast de raam, er is ook een puntje op, heb ik ook even gespoten. En daar staat hij dan. De koplampen zien er weer netjes uit. Dus hij kan zo naar de showroom. We staan hier bij de nieuw binnengekomen Lamborghini Aventador, de LP700-4. Die LP staat voor longitudinale posteriore. Dus wil zeggen, die motor is in de lengte richting gemonteerd, gepositioneerd. Achterin natuurlijk, met de automaatbak naar achterwijzend. En de motor, die 6,5 liter V12, naar voren. Zo hebben ze hem gebouwd. De engineers van Lamborghini noemen dit ook de 's werelds meest emotionele versnellingsoverbrenging die er is. Heel veel van dit soort supercars, die hebben bijvoorbeeld zo'n performant die wij hebben staan, die schakelt boterzacht. En natuurlijk, als je de power gebruikt, dan voel je ook wel iets, maar die schakelen zo fijn en zo moeiteloos over. En dit is een overschakeling, wat de Italianen noemen, met heel veel emotie erin. Ja, wat hebben we allemaal gedaan aan die auto? We hebben de auto compleet gedetailed. Hij had zeker wel een pleisterbeurtje nodig. Er zat wat steenslagfolie op, die hebben we eraf gehaald. Er zitten een paar beschadigingen in de steenslagfolie. Dat is natuurlijk allemaal mooi, maar die gaat eraf. En ik moet zeggen, in de showroom staat zijn auto ook mooier te blinken zonder die folie erop. We hebben die strijping aangebracht. In het midden mat zwart, zijdewand zwart. Die gele biesjes ernaast. De klauwen matchen natuurlijk bij die streepjes. De glanszwarte velgen had hij al. Het interieur hebben we compleet gedetailed. Trouwens, die streep die loopt mooi over de motorkap, over het dak en over de achterklep door. Verder alle puntjes op de i gezet. Er zat een foutje in het scharnier hier links. Er zitten van die messingbussen in en die wilden er wel eens uitlopen. Die hebben we gewoon kunnen herstellen. Dus die deur die sluit weer perfect. Ja, verder, we hebben de auto geschoten. Dus niet geschoten, maar geschoten. En het staat nu online. Fantastische auto mee te rijden. Het is wat de Italianen al zeggen, het is een Einzelganger. Dat is bijna niks vergelijkbaar met dit, de manier van overschakelen, ja, je krijgt er gewoon een natte bilspleet van. Zo zullen we het maar even noemen. Maar het is echt fantastisch. Een mooie anthracite kleur, een soort van Daytona grijs, maar dan een beetje meer metallic erin. Ja, fantastisch. Die vleugeldeuren, het is gewoon een pareltje in de showroom bij de andere supercars. Dit wil ik even kwijt over de Lamborghini. Ik zal nog even wat beelden schieten van de auto. Dan kunnen jullie zien hoe die auto er van dichtbij uitziet. We zullen een paar beelden maken van in de auto. Zodat je ook goed kunt zien hoe die auto er nu uitziet. Keramische remmerij. Ja. We sell emotions. Dit is hem.
Luc is nou nog jong en over een paar jaar heeft hij zo'n gezicht. Camera afstellen, achteruitrijcamera. Dit was jou weer Rijd Kick Up de Week, aflevering 152. Ik wil je bedanken voor het kijken, van al onze filmpjes. We zitten nu aan de, wat ik al zei in het begin van het filmpje, volgens mij iets van 51.000 of 52.000 abonnees. De laatste paar films, elke keer 60.000 bekeken. Ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi en ja, dat doet ons natuurlijk ook goed als makers van de auto's en ook van de filmpjes. De Kick Up de Week merchandise gaat goed. We hebben net weer een grote bestelling gedaan. Vooral in deze tijd hebben we ook erg veel verkocht. Ook super leuk om te zien. Ik kom hier en daar in Nederland ooit wel eens iemand tegen op een fiets of ergens bij een benzinepomp. Die heeft dan een hoodie van ons aan. Ja, daar kun je alleen maar trots op zijn. Dat is super leuk om te zien. Ik wil jullie al het beste wensen voor 2022. Ik ben een beetje lief voor elkaar. En ik zie jullie volgende week graag terug voor aflevering 153. Geniet van de komende week en tot de volgende Rijd Kick Up de Week.